dit jaar en de volgende jaren, kinderen. Dat zal voor het grondgebied, Lilo, ernstige jaren zijn. Wij worden onteigend. Wij zullen allemaal moeten verdwijnen. Waarom? Monique. De grond zal opgespoten worden. Goed. Opgespoten, dat wil dus zeggen verhoogd worden. Die gronden, die worden een soort gronden. Tinnen. Ik weet niet, Rudy. Industriegronden. En industriegronden. Op die industriegronden zal men bouwen. Wat zal men daarop bouwen? Tinnen? Fabrieken. Fabrieken. Vroeger was het prachtig, die landschappen. Hè? De kleuren van gerst, tarwe, allemaal. Dat waren prachtige gezichten dan. De polder was de beste landbouwgrond. Hè? Dat waren grote oppervlaktes allemaal. Weiden en akkergrond, dat was een heel, heel goede grond. Hè? En daar werkten in tijd veel mensen. Hè? Geboren in 1930 in Wabrechtegem in Oost-Vlaanderen. Mijn ouders waren landbouwers. Normaal is het zo dat de oudste instond voor de boerderij verder te zetten. Hè. Ik was een oudste, maar mijn moeder die vond beter dat ik voorstudeerde. Ik ben in dienst gekomen bij het Stadsbestuur van Antwerpen op 1 juli 1959 als meetkundige schatter. In 1956 is het koninklijk besluit verschenen voor de aanhechting van de drie gemeenten Lillo, Beerdrecht en Zandvliet bij het stadsbestuur van Antwerpen. De bedoeling van die eigendommen te kopen en af te breken voor de avond te kunnen uitbreiden. Op het einde van 1959 ben ik begonnen met de schattingen van die te onteigenen gronden en gebouwen. In de Antwerpse polders, waar de Schelde bijna zee geworden is, ligt Lillo, een dorpje van 1000 inwoners. Vroeger kwamen de mensen uit Antwerpen er een zondag doorbrengen met vissen, picknicken en kijken naar de zeeschepen die hier op het land schijnen te varen. Lillo, waar iedereen nog iedereen kent, is nu een dorp zonder toekomst. Lillo was een prachtig dorp, ja. Paald aan de Schelde, veel groen. Maar dat er veel leven was, ja. Ze kenden mij als de schatter komt. Op veel plaatsen ben ik heel goed ontvangen. Andere was minder. Dat zag je toch wel. Sommigen, als ik daar binnenkwam, dat ze schrik hadden of niet goed gezind waren in alle geval veel. Hè. Als ze ten huis zouden gezet worden, hè. Dat is... Ik denk dat je dat moeilijk kunt voorstellen. Zertoe, die grote landbouwbedrijven, dat was wel de zwaarste brok voor mij. Zeg. Omdat ik zelf landbouwerszoon ben. En ja, dat ik dat aanvoelde wat die mensen moesten doorstaan. Meneer Vergulsten, wordt hier gewerkt vlak bij het erf van uw boerderij. Dat betekent dat gij hier niet lang meer zult wonen. Wanneer moet gij weg? De 15 april, meneer. En hoe lang weet gij dat dan? 4 weken, hè? 4 weken, dat is niet lang. Wanneer? Mevrouw, is dat mogelijk? Ik zie daar geen uitkomst in, meneer. Ik weet niet waar we naartoe moeten. Ik vind het niet lekker het zijn moet dat wij op zo'n korte tijd buiten gezet worden. Je zou een nieuwe boerderij willen beginnen? Alsjeblieft, meneer. Een schone boerderij. Zoals dat ik nu heb. Ik vraag niet meer ik hetzelfde dat ik heb. Ik heb zo een paar gevallen gekend dat ik niet mocht binnengaan. Hè. Onder andere, dat herinner ik mij nog goed. Het was ook een landbouwer. Ik had hem laten verwittigen dat ik die dag kwam. Dat ging dan in die tijd via de veldwachter. Hij stond mij op te wachten. Ik denk, ga nu rustig binnen. Maar ik wilde de dorpel oversteken. Ik stond op het voetpad, ik wilde binnen gaan. Hij zegt tegen mij, zo flagrant, als je hier overstapt, als je hier over die lijn stapt, dan zit mijn Riek, de Riek stond tegen hem, zit hij in uw buik. Zij wel merci. Dat is
Kom ik hier juist ook maar mijn werk doen, hè. Geen zaken mee, ik moest ophoepelen, ik moest voortgaan. Hè. Ik herinner me nog dat er daar mensen achter een Leuvense stoof zaten, te wachten op mij, met de tranen in de ogen. Als ze me zagen, dat ze zeggen, ja, we moeten hier buiten, dus het is hopeloos voor ons. Ze komen nu daar buiten zetten eigenlijk, hè, want ze zijn verplicht gezet. Het is niet uit vrije wil dat je gaat, hè. Allee, veronderstel dus uit jezelf zijn. Je bent bijvoorbeeld 80 jaar en je moet daar je huisje verlaten. Dat was een ramp. Hè. Dat was een ramp. Hè. Dat was echt... dat heb ik eigenlijk... als ik thuis kwam, een paar keer dat mijn vrouw zegt... Ja, tranen gelaten eigenlijk. Het zal uit mijn geheugen nooit verdwijnen, zo die toestand dat ik daar gezien heb. Absoluut niet. Nee. Ik draag dat mee. Langzaamaan liep dat leeg. Echte spookdorp. Lilo. Een deel van Zandvliet. Een deel van Berendrecht. Oorderen. Wilmersdonk. En Oosterweel. Zijn allemaal van de kaart geveegd. Allemaal. Hier zijn ze begonnen met het graafwerken. Als het mij goed voorstaat met de Zandvlietsluis, zijn ze daar eerst begonnen. En dan zijn ze verder gegaan. Verder gegaan naar Lillo. Zandvliet, Berendrecht, Lillo. Hier stond ongeveer in Lillo de kerk van Lillo, niet ver van het kanaaldok. Ik heb een foto genomen in tijd nog, als ze daar bezig waren naast de kerk van Lillo. Dat was juist in Lillo, de laatste mis was de plechtige communicanten. Een dag nadien, of een paar dagen nadien, die een bulldozer lag daar tegen. Hij begon die daar en de kerk was verdwenen. Hè. Maar dan was de druk zo groot. Ja, dan zijn er op plaatsen dat de huizen nog niet volledig afgebroken waren, dat ze zo ondergespoten werden. De kerk van Lillo, het werd gedaan voor de vooruitgang om de streek werkgelegenheid te geven. Hè. En niet alleen voor de stad Antwerpen, maar voor heel het land. Hè. Alles evolueert. Als je de geschiedenis nagaat, alles evolueert en de mensen moeten met de tijd mee. Hè. Ja. Het was mijn taak, ik moest mijn taak uitvoeren naar behoren. Dat heb ik in eer en geweten altijd proberen te doen.